In de 20e eeuw verandert veel in Gelderland. De eerste Gelderse auto's rijden al rond in 1900. Verkeersbruggen over de grote rivieren brengen Gelderland beter in contact met de rest van Nederland. De inpoldering van de Zuiderzee heeft grote gevolgen voor het leven op de noordelijke Veluwe. Dat zien we bijvoorbeeld op de Bottenwerf en in het Bottermuseum van Elburg. Ook de Tweede Wereldoorlog laat diepe sporen na in Gelderland. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek vertelt de vele verhalen van ooggetuigen aan de Gelderse en de Duitse kant van de grens. In het Airborne Museum leren we alles over de mislukte Operation Market Garden van september 1944. En in het Stadsmuseum van Doetinchem valt ons oog op een grote maquette die de historische binnenstad laat zien voor de drie bombardementen van maart 1945. In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten zien we hoe het verzet in Gelderland was georganiseerd. Gelderse musea bewaren nog veel meer schatten uit de 20e eeuw. Ga zelf op ontdekkingstocht met het verhaal van Gelderland.